Dus de kosten die je betaalt, betaal je voor dat ondertekenen van dat stukje papier? Nee, absoluut niet. De notariële akte heeft eigenlijk dezelfde waarde als een gerechtelijk vonnis. Hola. En daar staan niet veel mensen bij stil. Nee. Dus in België hoeft je uw eigendomsrecht niet voor een rechtbank te gaan bediscussiëren. En dat is een groot verschil met vele andere landen, zoals bijvoorbeeld Spanje. Ja. Daar heb je bijvoorbeeld een advocaat nodig om u goed te laten adviseren en het dossier mee te bekijken. Want in Spanje heb je bijvoorbeeld een advocaat nodig om het dossier mee te bekijken, om te vermijden dat je niet voor de rechtbank uw eigendomsrecht gaat moeten bewijzen. Oei. Dus dat is echt wel uniek in België. Dankzij de notariële akte en het feit dat de notaris die mee ondertekent, kan je met een gerust hart kopen. Oké, dat is meer dan duidelijk.